Voor de komende wedstrijden, kan je ervan uitgaan, ook met volle ziekenboeg in gedachten, dat Ajax gewoon eigenlijk geen makkelijke wedstrijden meer gaat spelen dit seizoen? Nou, het hele seizoen eigenlijk al niet, hè? Nee, hè? Maar nu met die ziekenboeg zit helemaal vol. Ja. Wat kunnen de fans... Toch, het wordt gewoon niet meer makkelijk, toch? Als je bijvoorbeeld... Nee, maar goed, dat weten we ook. We zijn, volgens mij, toen ik binnenkwam, stonden we 18e. En toen was het ook al niet makkelijk. En het is niet één keer makkelijk. En er zitten wat uitslagen tussen dat je denkt van, nou ja, oké, maar er waren er niet veel. Dus ja, wij weten gewoon dat we elke wedstrijd vol erbij moeten zijn en gefocust moeten zijn. Want ja, als je echt die vijfde plek veilig wil stellen, dan zal er niet één makkelijke wedstrijd tussen zitten. Your first goal was assisted by Mika. Yeah. I don't think you've played too much with him yet this season. How do you enjoy playing in this system and playing with him and Steven up front? Yeah, I love it. I love it. Because I think he's probably one of the most talented players at Ajax, to be honest. He's so young and he's so skillful and technically gifted. Me and him do a lot of practice after training together. And he's a top guy, he's a top player. I think you'll soon see the potential that he has because he's amazing. And of course, playing with Stevie, he's an experienced player. And I enjoyed it. It was difficult for us at times today, but yeah. I like making my runs off of them, so it was quite nice today. John, volgens mij heb jij best wel sterk gemaakt voor het behouden van Ekpom in de winterstop. Zie je dat nu een beetje beloond ook eigenlijk? Vandaag zeker, ja. En is, als je nou een beetje doorkijkt naar het volgende seizoen, is hij nou iemand van wie jij vindt dat Ajax hem moet behouden voor het volgende seizoen? Nou goed, hij heeft zijn waarde denk ik wel degelijk bewezen. We weten ook niet wat er van de zomer allemaal gaat gebeuren. Ja, dus ja, als Brobbie voor 70 miljoen verkocht wordt, ik noem maar wat. Ja. Je moet wel straks weer een selectie hebben. En hij bewijst zijn waarde. Hij heeft vorig jaar bij Middlesbrough ook zijn waarde bewezen. En het is een positieve jongen. En goed, hij heeft 5 jaar contract. Dus het is niet zo dat we daar, of Ajax daar nu denk ik als eerste aan denkt om hem... Ja. Op dit moment te verkopen. En ik denk ook dat hij zelf heel graag in Amsterdam wil slagen. In de winter week, there was interest for you of other clubs as well. Did you want to leave or did the club didn't let you go? To be honest with you, I don't really know too much of what goes on behind closed doors. Obviously, I speak to my agent and stuff, but I don't really know what the club was thinking. But I made it clear that I wanted to stay here because I think I can make a big impact here. So really and truly, I wanted to stay. So yeah. And for the next season, do you have the same attitude? Yeah, of course. I'm playing for Ajax Football Club. I know things haven't gone well for us this season, but I enjoy it here, and I know that we can only improve next season. We've got good players. We've got good coach, so I can see a lot of potential in the team. So yeah, I'm definitely happy to be here. Ik zeg maar wat. Ik zei toch, ik zeg maar wat. Dat kan gewoon leuk zijn. Ik heb liever dat je blijft draaien.